De eerste 100 dagen van het... De eerste 100 dagen van het nieuwe studiejaar zitten er alweer op en wij willen weten hoe het met jou gaat. Daarom doet de HVA een onderzoek genaamd de 100 dagen monitor. Dit is een onderzoek om erachter te komen wat eerstejaars studenten van hun studie vinden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk studenten dit invullen om de start van het studiejaar zo makkelijk en leuk mogelijk te maken. Ik ben hier met Jalal, toch? Wat vind jij van studeren op de HVA tot nu toe? Tot nu toe, het is wel leuk. Het is wel wennen qua stof allemaal. Ja, het is wel heel anders dan ik had verwacht eigenlijk. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Nou, mooi. Vind je het makkelijk? Ik vind het wel pittig. Ik had natuurlijk wel gehad wat het van fietse werkdruk lag, maar ja. Hij is wel gewoon hoog. Ik vond het meevallen, maar nu begint het wel meer te worden. Dus nu wordt het wel steeds moeilijker, denk ik. En vind je het moeilijk vergeleken met de middelbare school? Nee, echt totaal niet eigenlijk. Vind je het heel verschillend van wat je hiervoor hebt gedaan? Dat wel, man. Het is wel een groot verschil. Het is wel, het is wel veel stof, zeg maar. Gelijk MBO is het wel anders dan nu. Het moet wel leuker denken. Ja, je hebt wel gewoon lessen ingeroosterd, maar het is toch anders, allemaal iets abstracter. Je hoeft niet overal heen. Het is ook heel veel zelfstudie. En, dat vind jij moeilijk, hè? Jij gaat nooit naar die hoorcolleges. Dat zie ik al. Nee, geen voorbeeld aan mis. Wat is jouw band met docenten hier op de HVA? Die zijn echt super chill. Met docenten, ja, ik kan het met iedereen wel prima vinden. Ik vind de docenten zeker aardig. We hadden voor het eerste blok hadden we maar dan mogen ze gewoon zijn printpas jatten. Ik kan iedereen ook gewoon bij de voornaam noemen en zo. Hoe is jouw contact met andere studenten? Goed. We gaan zo met z'n allen naar fest. Ik zie dat je hier al gezellig om half drie bier zit te drinken. Nee, ik drink geen bier, man. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, maar op zich wel goed, man. Zeg maar, we hebben een groep chat in de klas ook, dus iedereen heeft contact met elkaar. En met studenten, je zit hier gezellig met anderen. Ja, je ziet het, ik zit hier met mijn klasgenoot in de fest. Ja. Dus de sfeer hier is wel prima op de avond. Ja. De sfeer hier is helemaal fantastisch. Nou, ook een eerstejaarsstudent, dan willen wij graag weten hoe het met jou gaat. Vul de 100 dagen monitor in. En zorg ervoor dat nieuwe studenten zo makkelijk en leuk mogelijk aan hun nieuw jaar kunnen beginnen.